come my way. Girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love for stone. And the hand I can hold. I go home for the long. Hoi. Wat zag je? Oh, niks. Wat dan? Dat mag. Lachen. Was dat? Pot. Wat was dat net?
Doei. Lucy. Luister, ik zag net iets. Wat dan? Een man, ik weet het niet zeker. Dus ik had gelijk over wat ik zag. We zullen zien. Hoe lang duurt dit? Niet lang. Hallo? Hallo? Wie is daar? Thank you.
4, 5. Dertig, ik kom. Oh, dat is een ketting. Die heb ik gevonden. Mag ik hem hebben? Alsjeblieft. Vooruit dan. Yes. Waar lag het eigenlijk? In die doos. Yeah! De hoofdlijnen van de bezuinigingen voor goed. Maar daarvoor moet je bij dokter Zebra zijn, zuster. Die behandelt somberheid en andere geestesziekten. Om dokter Zebra, zo heet het wel. Wat heeft hij nu? In de ruilkoop. Hoe dan? Ik wel. En inderdaad niet bekend.
dan met Saskia. Hé, hey, mam. Ja, alles gaat goed hier. Dan kunt u me niet vertellen, zuster. Nee, maar... En Lily heeft een ketting gevonden. Ja, die is in de buurt. Ik zal er even geven. Lily! Lily! Oogjes dicht en snaveltjes toe. Thank you.
Goedemorgen. Heb je mijn ketting toevallig gezien? Welke ketting? Die ik gisteren had gevonden, weet je nog? Oh, die. Ik heb geen idee. Waar heb je hem voor het laatst gezien? In mijn kamer, op mijn bureau. Mijn licht er niet meer. Oh, ik help wel even mee zoeken. Kijk, hij ligt gewoon op je bureau. Ja, maar... Maar net lag hij er nog niet. Ja, ja. Volgende keer gewoon beter zoeken. Kom, ga nu ontbijten. Ik had echt een rare droom van me. Vertel. Nou, eigenlijk was het een soort van nachtmerrie. Ik stond in mijn kamer met allemaal enge poppen. En een meisje met helemaal vol met bloed. En toen opeens stond ik in het bos met hetzelfde meisje. En toen renden ze opeens op me af. En toen schrok ik wakker. Ik zei toch dat je die film De Lift niet moest kijken? Dat is veel te eng voor jou. Ach, weet je, het was maar een droom. Dat is niet echt. Maar ik... Hey Kim, je spreekt met Saskia. Hey Sas. Ik had een vraagje. Heb je zin om vanavond langs te komen? Ja, ik zal even kijken of ik kan. Klinkt leuk. Ja, hey, ben ik weer? Ik kan wel. Ah, gezellig. Zullen we vragen of Margot ook kan komen? Ja, is goed. Zal ik er dan zo bellen? Ja, dan kan ze meteen de drank regelen. Ja, dat is een goed idee. Ja, dan zie ik je straks. Ja, tot vanavond. Doei! Margot, ik had een vraagje. Sas en ik die wilden vanavond afspreken. Heb je zin om ook te komen? Oh, ja, ik kan eigenlijk niet, want ik heb nog heel veel huiswerk. En ik heb volgende week een hele belangrijke toets van wiskunde. En daar moet ik nog heel veel van leren. Ik moet er echt heel veel hoofdstukken kennen. Ja, laat dat huiswerk nou maar een keertje zitten. Er zijn echt wel wat belangrijke dingen. Ja, sorry, maar ik kan echt niet. Ik moet echt... Het is zo belangrijk, ik moet echt op mijn punt houden. Ja, kun je alsjeblieft komen?
Nou, vooruit dan. Alleen omdat jij het zo graag wil. Ah, top. Kom naar Saskia's huis rond 9:30, oké? Oké, tot straks dan, hè. Oh, en Margot, kan je nog wat meenemen? Wat dan? Je weet wel wat ik bedoel. Dranksukkel. Nee, Kim, dat kan ik echt niet doen. Ah, kom op nou. Kim, dat kan ik echt niet doen. Mijn ouders gaan dat sowieso opmerken. En je weet toch, ik drink überhaupt niet. Ah, kom op. Oké dan, ik zal het proberen. Ah, topper. Tot vanavond, hè. Doei. Thank you.
Hey. Zo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Met jou? Ook goed. Mooi. Ik heb Margot al gebeld. Ze komt rond 9:30. Oké. Dat is mooi. En ik heb alvast wat klaargezet. Oh, dat is goed nieuws. Ja, mooi. We
spend them with you.